Ik ben Ashley Janelle Danso en ik kom uit de BIMS. Chap chap in the band or I don't wanna look like you. Chap 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 look like you. Oké, ik ben klaar. Mensen kennen mij van Style by You. Ik ben de founder van Style by You. Ik ben ook een blogger op www.ashleyjanelle.com en werk sinds kort bij Queen PR als blog advisor. Ik ben in Amsterdam Zuidoost geboren en ik heb twee zussen, Ladonna en Kesha. En samen wonen wij in Gein, Gaasperdam. De Bijlmer, oftewel Amsterdam Zuidoost, wordt heel erg slecht belicht in de media. Of het terecht is, tuurlijk heeft het wel punten gehad die wel waar waren. Maar het is niet alleen Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost is veel meer dan schietpartijen of mensen die hun huur niet betalen. Het is veel meer dan dat. Maar dat soort dingen hoor je alleen maar alsof dat alleen in Amsterdam Zuidoost gebeurt. Ik ervaar wonen in de Bijlmer als iets meer dan positiefs. Omdat je gewoon echt leert opkomen voor jezelf. Je krijgt ook echt gewoon een familiegevoel hier. Zoveel verschillende culturen zitten hier en iedereen is wel een tante, een oom. Je bent gewoon welkom bij iedereen en dat vind ik gewoon heel erg positief van de Bijlmer. De jongeren van de Bijlmer nu, die willen gewoon iets bereiken nu. Ze willen gewoon iets hebben voor zichzelf. En vroeger heb ik het gevoel dat dat dan niet echt zo was. Wat me ook bijgebleven is de huizen, gebouwen in Amsterdam Zuidoost. Veel en veel en veel beter geworden dan vroeger. Amsterdam Zuidoost stond natuurlijk bekend met hun flats. En dat hebben we nog steeds wel. En dat vind ik ook wel mooi. Ik vind dat we dat zeker wel moeten houden. Want dat maakt Zuidoost wel. Maar het is nu wel wat mooier. Als je nu ook een lift binnenkomt, ruikt het niet meer naar pis. Maar het is gewoon te schoon. En dat vind ik wel heel mooi. Metrostations zijn aan het veranderen. Bushaltes. Ja, het ziet er gewoon heel goed uit. Dus het lijkt niet echt meer op de ghetto zoals mensen dat echt, zoals ook echt neergezet werd. Daar lijkt het nu niet meer op. Ik vind het er nu gewoon heel goed uitzien en het wordt alleen maar beter. Wat me eigenlijk ook opgevallen is dat er veel meer witte mensen in Amsterdam Zuidoost zijn. Eerst waren het echt maar een paar mensen. Ik weet nog dat ik een juffrouw had en die woonde in de Bijlmer. En als ze dat zei, schrok iedereen. En nu denk ik dat als meerdere mensen zouden zeggen, witte mensen zouden zeggen dat ze in Amsterdam Zuidoost wonen, dat het nu wat normaal is, omdat je nu ook echt koopwoningen hier hebt. Als ik aangeef dat ik in de Bijlmer woon, dan schrikken mensen. Of ze verwachten het wel omdat ik donker ben. Dat is zo typisch en zo jammer. En ze vragen ook dan meteen, heb je wel eens een schietpartij meegemaakt? Of ben je ooit geroofd? Echt van die standaard vragen dat ik denk, dit kan overal gebeuren. Nogmaals, niet alleen in de Bijlmer. Opgroeien in Zuidoost heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voordelen, omdat je, wat ik zei, je leert echt voor jezelf opkomen. Want je hebt te maken met heel veel donkere mensen. We zijn heel fel en heel direct. Dus vaak pik je dat niet en dan heb je ook meteen weer een weerwoord. Dus je leert hier echt voor jezelf opkomen. Dat is echt een voordeel, want dat heb je echt weer nodig voor de grote wereld. Maakt niet uit waar je terechtkomt, welk branche je terechtkomt. Je moet altijd voor jezelf op kunnen komen. Dus dat leer je echt wel hier in Amsterdam Zuidoost. Het heeft zijn nadelen, omdat ik vind dat de mensen hier, en dan moet ik echt heel eerlijk zijn, maar de mensen hier blijven vaak toch echt hangen in een bepaalde sfeer en een bepaalde denkwijze. En dat vind ik heel jammer. En ik geloof dat als je te lang in Amsterdam Zuidoost blijft, dat je dan echt in die sleur meegaat. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. De laatste jaren is het een hype om Ghanese te zijn, Ghanese te spreken. Azonto te kunnen dansen of Ghanese eten. Terwijl je vroeger gepest werd als je Ghanese was. Je werd uitgescholden voor bokkoe. En nu is het gewoon een hype in de Bijlmer. Niet alleen in de Bijlmer, overal. Iedereen gaat naar open air bij Africa's Epic Sound. En dan zie je iedereen dansen, Azonto dansen. Dus nu is Ghanese zijn gewoon heel stoer. Als ik aan de Bijlmer denk, denk ik aan Kwaku. Ik denk aan Gaasperplas. Ik denk aan Nolti. Ik denk aan Krakaka. Ik denk aan wat nog meer? Gezelligheid, aan eten. Aan No Limit. Sowieso denk ik aan No Limit als ik aan de Bijlmer denk. En ik denk aan Kandelaar. Duizenden Afrikaanse kerken die hier zijn. Dat is echt de Bijlmer gewoon. Ik ben nog steeds Ashley Janelle Danso en ik kom nog steeds uit de BIMS. Vul het zelf maar in.
I don't wanna look like you. Look like you. Chap chap in the bando.